Het FabLab zit in de voormalige Philips Bedrijfsschool. Het is een high-tech werkplaats waar studenten en startende ondernemers hun ideeën met de modernste apparatuur kunnen omzetten in nieuwe uitvindingen. Ik ben een 3D-model aan het maken. Deze kan eigenlijk tekenen, uittekenen. Kan een grof basis zien van wat het product moet worden. En deze kan je daarna naar de 3D-printer toesturen. Hier wordt een 3D-printer verbeterd met onderdelen die door een andere 3D-printer zijn uitgeprint. Ja, dat is eigenlijk een typisch voorbeeld van wat hier alleen in het FabLab kan, omdat het wordt gefaciliteerd, wordt betaald. Ja, juist. Ja. Dit is ook het perfecte voorbeeld van wat hier in FabLab eigenlijk gebeurt en waar FabLab voor bedoeld is. Want op een normale school zegt je docent van ja, maar dat kunnen we niet betalen. Zo, die hoekdelen zijn dus veel te kostbaar om daarvoor de hele printer, voorzien maar van al die hoekdelen, dat is veel te duur. Het is neusje van de zalm. Er staan drie 3D-printers. Hele goedkope, hele dure. Er staan freesmachines, er staan laservreesmachines. Dus we hebben hier eigenlijk basismateriaal staan waarop de studenten en ondernemers van start kunnen. Nou kunnen het uittekenen en nou gaat het naar de 3D-printer. En hij print hem eigenlijk gewoon. Dus binnen 2 uur zijn we gewoon prototype klaar. Eigenlijk gewoon wel vet. Dat is gewoon keivet. Daar zijn we geen ander woord voor in ieder geval. Denk je dat je nog meer vrienden hier naartoe kunt trekken die ook interesse hebben in techniek? Ik denk vrienden van school wel. Zeker. Dat weet ik eigenlijk 100% zeker. Omdat het is toch een nieuwe techniek waar je later toch veel mee te maken gaat krijgen. Dus het is heel leerzaam in ieder geval. We hebben een groot tekort aan Willy Wortels in deze regio. En we proberen het ook aantrekkelijk te maken en zo veel mogelijk op praktijksituaties af te stemmen. En dat is studenten, ondernemers, die krijgen dat hier aangeboden.